Volgens mij is het schooljaar nog nooit zo leuk begonnen. Een iPad cadeau. Ja. En wat ga jij met die iPad doen? Gewoon leuke spelletjes opspelen. Maar dat is zeker niet de bedoeling. De iPad is een leermiddel. Want ze denken wel dat ze gaan spelen, maar daar ondertussen gaan ze natuurlijk hard werken aan allerlei doelen. Maar zij hebben dat nog niet in de gaten, dus daarom is het ook zo leuk. OBS 2 Span in Heenvliet gaat verder als Steve Jobs School. Vernoemd naar de oprichter van Apple en de uitvinder van de iPad. In Nederland is opiniepeiler Maurice de Hond de grote aanjager van iPad-onderwijs. Wij willen verder als iPad-school, omdat wij denken dat het leren veel leuker kan. De kinderen worden heel enthousiast van dit leermiddel. En wij denken dat naast het werken in boekjes en in schriften, dit een enorm goede aanvulling kan zijn. En dat spelenderwijs leren kan via allerlei educatieve applicaties. In dit geval is het doel voor groep 6 vandaag cijferen. Daar hebben we een applicatie bij gezocht. Die bij die doelen aansluit. En daar gaan de kinderen vervolgens mee aan het werk. Dus het zijn spelletjes en leerspelletjes. De onderwijsinspectie heeft aangekondigd de in totaal 7 iPad-scholen in Nederland dit schooljaar nauwlettend in de gaten te houden. Ik heb nog niks gehoord van de onderwijsinspectie, maar ze zijn van harte welkom. Dus wij hebben er gewoon een heel goed gevoel bij zoals het idee wat wij hiermee willen creëren. En wat betreft de schoolprestaties? Verwachten wij dus dat we veel hogere opbrengsten zullen behalen dan we in het verleden gedaan hebben. En nu zijn de leerlingen nog volop in hun element met een eigen iPad op school. Maar over een week is de nieuwigheid er vanaf. En dan moet het niet alleen leuk zijn, maar vooral erg leerzaam. Bijna op alle gezichten zie je de pret en de spelletjes en dit gaan we allemaal downloaden. Gelukkig hebben we dat beveiligd. En volgende week of die week daarna gaan ze echt nog wel eens balen als die iPad weer op tafel komt. Omdat ze dan weer aan het werk moeten. Maar zo is het nou eenmaal.